Een goed financieel plan opmaken is niet zo eenvoudig. Vandaar dat ik jullie 3 tips wil meegeven. Eerste tip, wees realistisch, doch ambitieus. Enerzijds moet je ambitie uitstralen. Anderzijds verwachten wij ook een bepaald realisme. En dat realisme dat kenmerkt zich door gedegen kennis van de markt, kennis van jouw team, kennis van alle dynamieken die in de organisatie zitten en in de sales effort. Evenwicht tussen die twee is zeer belangrijk. Wat ook zeer belangrijk is, is een goede aansluiting bij de markt en jouw aandeel dat je daarin gaat verwerven. Een tweede tip die ik jullie geef, is een goede onderbouwing. We zien al te vaak financiële plannen die eigenlijk wel voor de eerste paar jaar een redelijk goede onderbouwing hebben, maar naar de toekomst toe een heel fluïde onderbouw hebben. We zien liever een financieel plan dat bottom-up gestuurd is. En je kan dat plan dan gaan challengen, top-down. Je kan dat gaan challengen op de markt, op het marktaandeel dat jij in die markt gaat halen en op de groeivooruitzichten van die markt. En dan kan je die twee naast elkaar leggen en echt tot een bepaald realistisch plan komen met realistische cijfers. En dan kan je die investeerders ook in dat verhaal meenemen met een terdege uitleg van al die rubrieken in het financieel plan. En tenslotte tip 3 die ik jullie meegeef. Kijk naar jullie financieel plan ook eens van de andere kant. Kijk eens van de kant van de investeerder. Wij kijken als investeerder uiteraard naar heel jouw business en het financieel plan is daar een onderdeel van. Maar een investeerder wil uiteraard bovenal een return op zijn investering. Als we over rendement spreken, dan spreken we uiteraard ook over kosten. Het is zeer belangrijk dat een investeerder daar een goed zicht op krijgt. In de eerste jaren zal een investeerder een bepaalde kost voor zich nemen door zijn investering. Maar hij wil natuurlijk zien dat die kosten dat die uitfaseren of dat de omzet die kosten meer en meer begint te compenseren om zo naar een break-even punt te gaan. Is dat niet zo en zijn er toekomstige rondes nodig? Ook dat zien we graag al verwerkt in een financieel plan. Daarom raden we steeds aan om een financieel plan op te maken op grosso modo 5 jaar. Kijken we te ver, dan is er een bepaalde onzekerheid over de omzet en dus ook over de kosten. Maar kijken we te kort bij, dan is het voor de investeerder niet duidelijk of hij zijn rendement wel zal kunnen halen. En moeten we uiteindelijk toch gaan modelleren naar een periode van 5 jaar. Zo, dat waren mijn 3 tips voor een financieel plan. Hiermee kunnen jullie aan de slag. Uiteraard zijn er nog veel facetten die bij een financieel plan horen en bij de gesprekken met een investeerder, maar ik denk dat dit een goede basis vormt om de gesprekken aan te vatten.